Ja, daar zijn we weer met een nieuw seizoen van Roeg. En dus ook weer gewone Roeg-vlogs achter de schermen. Met vandaag Tineke. Hallo. Ja, we zijn vandaag met jou op pad en we gaan het hebben over de Essen in Ruinen en Ansen. Hè? Klopt. En nou, ik zal even bijdraaien. Wauw. Wat mooi. Dus we gaan even kijken wat hier allemaal voorkomt, groeit en bloeit. Heel veel. Het zoemt en het fladdert en het geurt. Ja. Vind je dit ook mooi, Jan? Ik vind het ook wel mooi. Ja? Ja? Ook wel ja, mooi. Op een pauze. Iets enthousiaster graag. Ah, nee, is... Ik zat even te denken, ik vroeg me, die boer hiernaast, heeft hij daar geen last van? Van onkruid of zoiets? Nou, weet je dat? Te zien niet, hè? Nee, het is mooi schoon. Ja. Ja. Nee, daar zorgt hij wel voor dat er geen onkruid in. Ja. Maar daar hoor je ook niks over van. Ik niet, maar... gevoelig. Ik heb het gevoel dat het een gevoelig onderwerp is, Jan. Nou ja, weet niet. Het is gewoon een verschil. Kijk om je heen. Ja. Ja, ik vind het prachtig. Maar ik kan me voorstellen dat als je als boer hier langs loopt, dat je denkt van wat een onkruidsoor. Ja. Daar heb je niks aan. Nee, dat is het. Je hebt er niks aan. Nee. Ja. En dat denkt de boswachter als hij daar, als hij die kant op kijkt. Ja. Je hebt twee soorten hier. Muizen en graan en dat is het. En hier ontmoet je elkaar in het midden. Hier zit je. Ja. In het gras. Ja. Zoek de sprinkhaan. Dit is echt een zoekplaatje. Oh, kijk. Wat voor soort is dit, Tineke? Het is de grote sabelsprinkhaan. En hij is ook echt groot. Hij is echt groot, zeker. Ja. Ja, Jan, een nieuw seizoen. Hoort daar ook weer een reeks geluiden van de week bij? Nou ja, we gaan het proberen. Ik weet niet of er nog genoeg zijn. Maar, ja, misschien zit er af en toe een dubbeling in. Maar wat is nu het geluid van de week? Ja, hij is al weg, denk ik hoor. Maar nu wij hier staan, hoor je hem af en toe roepen. Even heel stil zijn. Krik me dik, krik me dik. Nou, ik kan hem ook niet nadenken. Het is een heel mooi geluidje eigenlijk. Maar dat is een kwarteltje. Het is wel een mooi geluid inderdaad. Prachtig. Oh, het zit er alweer op. En het is hier zo mooi. Ik wil helemaal niet weg. Maar goed, ja. We gaan eerst nog even naar de quiz. En voordat we naar jouw quizvraag gaan, gaan we nog naar het goede antwoord op de vraag van vorige week uit de zomervlog. Paulien, we hadden het vorige week met jou over mieren. Wat was ook alweer de quizvraag? Ja, de quizvraag was, hoe is het mogelijk dat mieren zo'n enorme afstand kunnen afleggen? En ze zijn zo klein. Ja. En wat was het goede antwoord? Ja, het goede antwoord is B. Ze komen onderweg elkaar tegen. En als een andere werkster zeg maar nog wat energierijk drankje heeft, dan geeft hij dat over aan degene die wat tekort heeft. Maar waar komt dat vandaan dan, uit hun lijf? Nou, ze hebben twee magen. Ah. En de ene maag is dus eigenlijk voor andere mieren om weg te geven. En een maag voor hunzelf. Wauw. Als je aan het wielrennen bent en er staat iemand en die geeft je een drankje. Zo is dat, doen mieren dat ook. Ja, Tineke, dan nu jouw vraag. Wat is de vraag van vandaag? De vraag van vandaag. We zagen vlinders heel mooi dwarrelen zo omhoog. Doen ze dat omdat ze gewoon aan het spelen zijn? Doen ze dat omdat ze ruzie hebben? Of doen ze dat omdat ze elkaar lekker vinden ruiken? Nou, weet jij het goede antwoord? Laat dat dan hieronder achter in de reacties. En volgende week vertel jij dan wat het goede antwoord is, hè? Zeker. Oké, tot dan. Doeg!